Hallo, welkom bij mijn tweede filmpje. Het is allemaal nog een beetje uitvinden hoe of wat, maar ik ga mijn best doen. Ik heb een hele mooie plaat van Nordi Art Colorin. Ik wil een begin maken met het gezicht. Ik hoor heel vaak dat je dit soort donkere grayscale afbeeldingen niet kan kleuren. Maar zelf heb ik daar een grote voorkeur voor, omdat ze altijd heel mooi worden. Ik heb, zoals je ziet, ook het puntje van de neus al wit gemaakt. En ook het puntje van de kin. Dat heb ik met de 581 gedaan van Luminance. Ook zie je hier al een klein stukje gestart. Bij het haar heb ik echt deze donkere voor gepluikt, de 069. En nu was ik hier al de schaduwstukjes aan het aanzetten. Dus zorg wel goed dat ik het haar mishou. Maar alles wat best wel grijs is, mag een vrij donkere kleur op. Waarom het bij de meeste mensen niet dekt, is omdat er gewoon simpel vaak gewoon een te lichte kleur gebruikt wordt. Wat ik ook wel gewoon snap. Want het ziet er gewoon allemaal uit alsof het gewoon helemaal misgaat. Maar je zal zien als je wat meer durft, dat het over het algemeen eigenlijk gewoon best wel goed gaat. Kijk, nu ben ik met de 741. Ook dat is een hele mooie huidskleur. Dan kijk ik goed welke tint grijs ik eigenlijk dan zie. Probeer jezelf te leren kijken naar alle grijstinten die je ziet. Elke tint grijs is een apart vakje en heeft ook een eigen kleur nodig. Nou was ik op zoek naar mijn potloden. Kijk, zo. Ik meng gelijk een beetje door in de donkere kleur. Zo, nou hebben we al weer een beetje zicht op hoe en wat. In het midden van het hoofd, waar ik nu uitkom, daar heb je altijd het allerlichtste stukje zitten. Maar hier heb je een stukje pony, dus daar zal het nooit heel erg licht zijn. Dus ik kies ook niet voor de allerlichtste kleur. Als er geen pony was, dan had ik gewoon gekozen voor deze hele lichte witte kleur. Het stukje tussen de neus, dat is ook altijd weer een klein beetje donkerder. En dat zet ik dan ook weer aan. Zo. En nu kan ik ook hier zien dat het hier bij het haar een klein beetje te licht is. Dus, dan doe ik er dat bij. Ik blend altijd alles met een soort flesje waar een geurloze terpentine in zit. Dat geeft gewoon een heel mooi effect. Daar heb je voor nodig dit soort mooie stokjes en een schuurplankje. Als je het gebruikt hebt, dan wordt het puntje altijd vies. Zeg maar, deze is groen. Als ik dat niet nat zou maken en over mijn huidskleur zou halen, dan heb ik het verpest. Dan heb ik gewoon een hele groene huid. Dat geeft, het is gewoon inkt en dat geeft af. Dus ik schuur mijn puntje gewoon een beetje schoon. Zo. En als ik denk dat hij niet meer groen is, dan doop ik hem in de terpentine. Check het ook altijd even of het ook echt zo is. Ja, ik vind dat het er wel mee door kan. Ik begin altijd bij de lichte stukjes en die meng ik voorzichtig door in het donkerdere. Ik had hem al vrij netjes gekleurd, maar nu zie je dat als je het door elkaar heen mengt, dat het gewoon helemaal mooi in elkaar overloopt. En dat je eigenlijk geen enkele potloodstreep meer ziet. Zelf hou ik daar gewoon heel erg van. Bij de ogen kan je ook weer zien, die zitten heel veel, er zitten hele donkere kleuren, maar ook heel erg licht. Ik probeer altijd wat de meest lichte stukken, probeer ik het er ook echt mooi uit te laten komen. En zelfs hier zie je dat mijn hele lichte potlood gewoon eigenlijk best wel heel mooi dekt op dat donkere grijs. Hier zet ik ook een heel mooi klein stukje aan, zie je? Ook hier zie je helemaal geen grijs meer. Dus het kan echt gewoon, alleen maak andere kleurkeuzes. Dus net als hier in de boog van het oog, daar, die zet ik altijd aan. In dit geval heb ik een bordeaux rood gebruikt. Dat vind ik zelf altijd wel heel mooi. Dat geeft een mooi effect qua kleur. Zeker als je van plan bent om in de bloemen wat meer roerstinten te gaan gebruiken. Zo. De rest is nog steeds vrij donker. Dus ook dit kleur ik tot netjes tot aan de wenkbrauwrand.
En hier aan de haargrens kleur ik dat vrij donker in. Probeer het iets meer te laten overlopen door er net een tussenkleurtje bij in te mengen. En dan kan ik er zelfs nog eentje doen die een klein beetje lichter is. Zo zie je dat het uiteindelijk heel mooi overloopt in het stukje wat ik zo wit gemaakt heb. Dit stukje van het oog mag altijd best wel mooi donker. Dan zie je straks meer diepte. En als je dat niet zou doen, dan krijg je gewoon een heel plat hoofd. En dat is niet mooi. Ooghoekjes zijn altijd wit. Zo, die zet ik van tevoren aan. Want als je een wit potlood gebruikt, of een heel licht, dan weet je zeker dat je donkere potlood daar nooit meer goed op houdt. Dus ik wil dat delen licht blijven, dan zet ik van tevoren altijd al iets met wit uit. Als ik er straks dan met blender overheen ga, dan weet ik zeker dat mijn donkere potlood daar niet op houdt, of hoogstens een heel klein beetje. Dus dat kan je ook eventueel voor allerlei andere ideeën gebruiken. Ook hier gebruik ik weer een klein beetje rood wat ik hier omheen meng, zodat het oog straks een klein beetje meer spreekt. Zomaar een heel klein beetje, want ik ga het er straks doorheen mengen. Zo. Nou, nu denk je van, nou, dat is niet helemaal egaal. Straks als we het geblend hebben, dan is het dat wel. Kijk, ik zal je een klein idee geven wat er dan gebeurt. Met een goede kant. Ik begin altijd weer bij het lichte. Zo, dan meng ik het donkere zo netjes mee. En ook hier in het ooghoekje. Deze lijn wil ik dat die strak blijft. Dus ik gebruik mijn dingetje als een potlood. En ga ook gewoon mooi mee met dat lijntje. Nu zie je dat het ook niet meer zo'n strak lijntje is, maar een soort schaduw die het oog laat uitkomen. Dan krijgen we de wangen. Hier zit een hoop haar omheen, dus dat is een beetje lastiger. Maar hier zie je ook weer, het is heel erg grijs. Dus het mag best wel weer gewoon een goede donkere kleur zijn. Zo, dat zet ik voorzichtig zo aan. Druk nooit al te hard. Als je er namelijk heel hard op drukt, dan krijg je echt zo'n vast, net alsof je dan een soort driehoekje aan het kleuren bent. En dat krijg je nooit meer mooi bij gemengd. Dit is een plaatje met een vrij lief meisje. Ik pas altijd mijn kleurkeuze daarop aan. Ik heb het donkere stuk met het bordeauxrood heb ik vrij klein gehouden. En ik ga nu over naar een iets vriendelijker tint roze. Want dat geeft uiteindelijk een wat liever uiterlijk. Ook daar zet ik een heel klein stukje mee aan. Dat laat ik nog een beetje doorlopen. Zo. Dat ik zeker weet dat ze mooie roze wangetjes krijgt. Dan heb ik ook een van mijn favoriete kleuren, dat is de 571. Die is gewoon heel mooi licht. En daar kun je het mooi laten uitlopen op de wangen. Het gaat altijd in een soort boogje naar de neusvleugels toe. Als je daar naartoe kleurt, dan weet je zeker dat het op de juiste plek zit. Niet nooit te hard op drukken, want anders hebben we straks daar weer een hele lelijke plek zitten. En dat willen we niet. Hier kun je ook nog kijken. Hier zie je ook nog steeds, het is hier nog steeds vrij donker. Zie je? Dus als ik dat zie, dan kleur ik dat ook gewoon nog steeds met een donker potlood. Eigenlijk zoals nu, als je niet beter zou weten, zou je denken van nou, wat je nu aan het doen bent, dat komt gewoon niet goed. Als je dat ziet, dan weet je eigenlijk dat je het gewoon heel erg goed aan het doen bent. Zo, dit kleur ik ook nog een beetje mee. Vervolgens pak ik nog een lichtere potlood. En kleur ik er nog een klein beetje bij. Probeer het hele lichte onder het oog probeer ik zo te houden. Dan meng ik altijd nog een klein beetje geel door, omdat deze afbeelding vrij donker is. Maar het is nog steeds een stukje lichter. En daar ga ik mijn licht in aanbrengen, zodat je heel mooi diepte ziet in de hond. Mochten jullie geblaf horen op de achtergrond, dat klopt. Dat is mijn hond, die helaas nu niet zijn mond kan houden. Zo, de neus zet ik hier altijd aan met wat donker. En dan ga ik steeds een klein beetje lichter. En dan laat ik het zo doorlopen, zo, naar deze kant. Dan meng ik het weer een klein beetje door.
in het geel. Zo, kijk. En ook, dan komen we hier bij de neus. Ik kan het hier al zien, hier is het wit. Dan zet ik altijd twee streepjes in het wit. En ook de schaduw langs de lippen, die maak ik zo met wit. Dan weet je zeker dat het straks een beetje naar voren komt en je weer een mooi, echt 3D effect krijgt. Zo, hier zit nog een klein beetje donker. Het zit altijd onder de neus, dat zet ik aan. Hier maak ik meestal zo'n streepje. En die vul ik in de rest met een wat lichtere kleur. Dit stukje hier is altijd heel mooi licht. Dan zie je de overgang van het roze. Nou, dit is vrij hard. Dan pak ik mijn tussenkleur roze. En dan blend ik dat gewoon alvast wat meer door elkaar heen. Zie je, ik probeer te kijken of het matcht bij de kleur grijs. Die zie ik hier doorlopen. Ook vrij licht zie ik hier trouwens ook nog om mijn witte rondje heen. Maak er gewoon een soort stipje van in feite. Zo. En dan ga ik dan steeds met een iets donkerdere kleur. Ga ik daar omheen. Zo. Hier onder de mond. Daar gebruik ik altijd of een bordeauxrood, soms zelfs zwart. Of anders een donkerbruin voor. Of eventueel zo'n bruin als deze. Maar dan moet de plaat een stuk lichter zijn. Maar deze is vrij donker. Dus de kleur mag ook vrij donker zijn. Ik kan eventueel daartussenin nog een klein beetje bruin mengen. Nou, nu hebben we deze rand. Die hadden we al een klein beetje roze gemaakt. Dat doe ik nog een klein beetje meer. En daar meng ik ook nog wat bordeaux bij. En wat zoeken we nu? Ik zoek dan mijn donkere potlood weer. Dat meng ik hier een klein beetje doorheen. Zoals je hier ziet, is het hier vrij donker. Hieronder ook. En nou, dat kleur ik zo mee. Zo. Deze kan ik nu zien. Kan nog een klein beetje verder deze kant op. Ja. En dan kan deze er zo tussenin. Zo. Pak nog een lichte potlood en ik meng het nog een keer een beetje door met de kleur die ik al net gebruikt heb. Dan zie je al dat hij eigenlijk vrij egaal is. Deze kleur meng ik ook nog een klein beetje door. Niet te ver naar achteren, want anders krijg je straks vlekken op je allerdonkerste gedeeltes. En dat willen we niet. We waren al aan de neus begonnen, daar had ik al een wit stipje gezet. Ook daar ga ik weer omheen met de kleur die er omheen past. Zitten altijd bij een neus, zitten hier ook altijd wat lichtere plekjes. Die zet ik hier ook op aan. Deze valt hier wat weg, omdat het naar de zijkant gaat. Hier omheen zet ik ook vaak een licht randje. En ook altijd op de neusbrug. Daar hebben we ook altijd in het midden een dunne, lichte lichtvlek. Daar zet ik een streep aan. Die vul ik eigenlijk aan met de kleurtjes daar omheen. Zoals hier. Ga ik steeds een klein beetje donkerder. Goed blijven kijken naar de kleuren die je ziet, die al gebruikt zijn. En daar kies je voor. Zo, uiteindelijk vul ik hem op met deze donkerdere kleur. Die laat ik overlopen al aan deze kant. En hier doe ik dat ook. Hier aan de onderkant kan nog wat. En ook hier omheen, om dit stukje, kan het ook. Deze is echt vrij donker en daar kan ook echt een hele hoop donker op. Nou vind ik zelf, als je altijd heel veel in de neus een donkerbruin doet, hier dat het wat saai wordt. Soms zie je tussen de neus in, als het heel donker is gebruik ik wat bordeauxrood. En bij een lichtere afbeelding ook vaak deze roze. Zo, nou, kijk, dit zet ik ook zo aan. En deze hier ook. En dit vul ik op met dit gedeelte. Deze kant laat ik ook vast wat uitlopen. Dan kijk ik of het er allemaal een beetje strak uitziet. Zo. Oké. Zo. Nou, het begint er al een beetje op te lijken. Ik zal jullie een beetje laten zien hoe het er nou uitziet als ik het nu ga mengen. Want nu denk je nog van, nou,
Het is nog steeds gewoon heel erg raar. Ik heb hem weer een puntje weer schoongemaakt. En ik start weer bij de lichte vlekken. En daar ga ik als eerste ga ik die mengen. Zorg dat ik niet te veel tegen de donkere nog aankom. Want dan wordt het gewoon lelijk. Dus als eerst de lichte stukken. En dan ga ik zo van licht naar donker. Maak altijd een klein beetje cirkeltjes. Je kan altijd wel zien wat het doet, wat er gebeurt. Als je zo'n strakke lijn hebt, dan ga je er als een lijn langs. En ja, als het niet zo is, vind ik over het algemeen cirkeltjes wat mooier. Kijk, deze lijn wil ik dus wel strak houden. En dan ga ik er ook gewoon zo langs. Gebruik hem net zoals je potlood. Hier heb ik een soort rondje gemaakt. En dat stipje wil ik zo houden. Dus daar maak ik ook gewoon een soort rondje van. En daar wil ik niet te veel aan veranderen. Zo, deze laten we mooi doorblenden. Richting het lichte stuk. Kan er soms heel eng uitzien. Hoe lichter de kleur, hoe meer terpentine als je dat erop smeert, hoe grijzer het eruit ziet. Maar dat komt gewoon omdat het nat is. Dus niet gelijk naar de prullenbak rennen en je tekening weggooien. Want dat is gewoon een zonde. Want het komt gewoon goed. Oké, kijk. Nu hebben wij zo'n beetje al één kant van het gezicht gekleurd. Eigenlijk moet het er zo uitzien dat je het idee hebt dat het te donker is. En soms ook als je je eigen hand erbij houdt, dan zie je dat het eigenlijk gewoon helemaal niet zo is. En dat het gewoon heel erg mooi matcht. Kijk, dus kan je ook de kleine details bij de neus kan je aangeven. En je kan natuurlijk ook gewoon zo mooi een neusgat maken. Blend het altijd heel voorzichtig na, dan is het niet zo'n heel erg streng lijntje. Indien nog vergeten, dan hebben we hier natuurlijk nog een hele lelijke donkere streep. Die meng ik ook gewoon altijd heel mooi uit. Die laat ik wat overvloeien in deze kant. Straks als een mond erbij is, dan ziet het er gewoon perfect uit. Nou, ik denk dat het voor nu wel een heel goed idee geeft. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende keer wil ik het in het Engels proberen. Maar dat is toch nog een klein dingetje. Dus hierbij wilde ik het laten. Dankjewel.